Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op dinsdag 25 september. Het is zonnig in het land en het belooft een mooie dag te gaan worden. Trek alleen wat kleine stapeldwolkjes voorbij en mogelijk dat er in het uiterste noorden nog een enkel buitje valt in de ochtend. Het is wel fris, de temperatuur ligt nu zo rond de 9 graden. Vanmiddag stijgt het kwik verder en wordt het 15 graden. Er zijn een flinke zonnige periode en er trekken wat stapelwolkjes voorbij. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend zwak. Aan zee kan die af en toe matig zijn rond windkracht 3. Ook vanavond brede opklaringen. Als de zon ondergaat ligt de temperatuur rond de 11 graden. Er staat weinig wind en in de nacht daalt de temperatuur naar zo'n 2 tot 8 graden. Morgen flinke zonnige periode en de temperatuur loopt verder op. Het wordt 17 tot 18 graden op de meeste plaatsen. De wind trekt wel wat aan, wordt matig bovenland. En in het noordelijk kustgebied kan de wind af en toe vrij krachtig of krachtig zijn. Donderdag wordt de mooiste dag van de week met flinke zonnige perioden: 19 tot 21 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het weer frisser en is er ook weer wat meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.